leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuw seizoen van Tips van de Meisjes van de Tips. Vandaag gaan Angelique van Tip Garderen en ikzelf op pad. We gaan namelijk rondje Barneveld lopen. Gaan jullie mee? Bij deze overhandig ik het rondje Barneveld aan de wethouder van Barneveld. Namens het routebureau Veluwe hebben we veel genoegen dit werk uitgevoerd. En uiteraard hopen we dat we dit over de hele Veluwe mogen uitrollen. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik sta hier naast André van den Burgwal, wethouder van de gemeente Barneveld. En zojuist hebben wij gezien dat rondje Barneveld geopend is. Maar André, vertel, wat is rondje Barneveld? Rondje Barneveld is eigenlijk een wandelroute om en door Barneveld heen. Waarbij je eigenlijk als inwoner vanuit je huis heel Barneveld kan gaan ontdekken. Je noemt inwoners, maar is het ook geschikt voor toeristen? Zeker, zeker. Het sluit ook aan op de stations in Barneveld. Dus van daaruit kun je vertrekken. En uiteindelijk, veel routes komen ook in het centrum samen. Dus als je daar vertrekt, kun je eigenlijk heel Barneveld gaan verkennen. Heb je zelf ook al een deel van de route gelopen? Ik heb al wel delen gelopen. Het is een heel eind ondertussen bij elkaar, iets van 26 kilometer. Maar je ontdekt van alles in Barneveld. Dus dat is wel heel mooi om te gaan doen. En wat vond je nou het mooiste stukje wat je tot nu toe gelopen hebt? Nou, dat breng je me in verlegenheid. Dat kan ik als wethouder natuurlijk niet zeggen over deze mooie gemeente. We zijn bezig vanuit het routebureau om een wandelnetwerk over de hele Veluwe uit te rollen. Dus voor alle 20, 21 gemeentes. En het rondje Barneveld is de eerste. Dus het is digitaal sowieso straks te vinden. En we zijn bezig met de ontwikkeling van kaarten. Enfin, dat heel veel mensen willen graag een papieren kaart hebben. En kunnen zien waar ze lopen en het overzicht hebben. Die zijn we nog aan het ontwikkelen, maar ook die gaan komen. Dit was alweer het einde van de eerste aflevering van Tips van de Meisjes van de Tips. Alle routes zijn te vinden via gobarneveld.nl.